24 uur per dag medisch bewaakt via een app op je tablet. Dat kan nu dankzij een ingenieuze pleister. Voor veel chronische patiënten is dat een uitkomst. En ook voor hun artsen trouwens. Elektronische zorg op afstand, telemonitoring, staat nu nog in de kinderschoenen. Maar het pleister kan een medische revolutie betekenen. Joop Bremer leidt aan de longziekte COPD. Hey, boefjes. Kom maar. Een loopje in de tuin is al genoeg om buiten adem te raken. Het opleiden van politiehonden, zijn grote passie, ook dat gaat niet meer. Kom maar. Dat was mijn leven. En zo had ik eigenlijk graag mijn, de tijd in mijn fut mee willen vullen. Maar ik kan er nu naar kijken en meer niet. Sinds een week heeft hij de primeur. Een medische hotline via een soort pleister. Dat is hem. Hier zit een chipje in. Die zendt nu signalen uit naar uw iPad. Naar mijn iPad? Daar merk je niks van. Zo ingenieus als de techniek is, zo simpel is het principe. De pleister stuurt via een iPad de data van Joop naar een centrale en naar het ziekenhuis. Zodra zijn metingen afwijken, volgt er automatisch alarm. En er is voortdurend contact. Ik heb een stressmeter, een energiemeter, een activiteits... Wat het precies inhoudt, weet ik niet. En ik heb mijn bodytemperatuur, mijn skintemperatuur. Goedemiddag. Kijk, goedemiddag. Dag meneer Bremer. Kan u mij even uitleggen wat er aan de hand is? Ik had wat meer last van mijn benauwdheid. Oké. Okay. Ja. En komt er ook wat extra slijm vrij? Nee, weinig. En weet u nu ook zelf welke medicijnen u eventueel extra mag nemen? Ik mag deze voor het deel mag ik nog extra nemen. Ja. En ik ga nog de Ventolin kan ik indien nodig ook nog extra gebruiken. Dit gaat heel groot worden. Zegt de man achter die high-tech pleister, Daan Domen. En in die pleister, daar zit een chipje. En dat chipje, daar zit eigenlijk de intelligentie in. Waarmee die pleister kan praten met een iPhone of met een iPad of een tablet. 3 seconden, je snapt hem. Na 3 seconden is er ook daadwerkelijk contact. En na 3 seconden praat ik met een dokter als er iets niet goed aan de hand is. En dat is de uitdaging. Telemonitoring of elektronische zorg. Nu al maakt 14% van de ziekenhuisspecialisten er gebruik van. Bij diabetes, bij hart- en longpatiënten. Dat is nog maar het begin, want het loont. Bij een proef in het Scheperziekenhuis in Emmen daalde het aantal opnames van hartpatiënten met 64%. Wat natuurlijk wel zo is, dit is nu een pleister. Morgen is er een sok, overmorgen is een BH en over een jaar lopen we allemaal met een shirt met sensoren. Dus het is wel een wereld die heel snel innoveert. Medische zorg als een reclamespot. Maar hoe mooi die elektronica ook is, in de praktijk is het vooral een manier om te bezuinigen. Want een patiënt opnemen kost al snel 1.000 euro per dag. Onfeilbaar is de nieuwe techniek nog niet. Dat ziet praktijkdeskundige Renske Visser. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat technologie niet werkt. En dan is het hele vertrouwen wel snel beschadigd bij patiënten. Dus het moet niet heel vaak gaan uitvallen, dus het moet stabiel zijn. En nadeel is ook dat van hoe interpreteer je de signalen goed? Want je wil ook weer niet dat je te vroeg gaat ingrijpen. Maar zorg wel even dat u qua medicatie even optimaal inneemt. Helemaal goed. En u weet voor uzelf ook wanneer u dat extra moet gebruiken. Wie heeft hier nu meer voordeel bij? Meneer Bremer of u? Nou kijk, we doen het natuurlijk voor de patiënt. En ik denk ook dat uitgaande van de patiënt, dat die er vooral heel veel voordeel bij heeft. Want die wordt continu eigenlijk gemonitord. Zo voelt het ook voor de patiënt. Dus dat geeft ook heel veel rust voor die patiënt. Maakt ook dat hij zijn eigen leven weer een beetje kan oppakken. Dat horen we ook terug van de patiënten. Aan de andere kant, we zullen ook straks in de zorg met hetzelfde aantal poppetjes veel meer patiënten gaan zien. En dit is natuurlijk een prachtige manier om de juiste zorg te krijgen op het juiste moment. Joop Bremer zijn longen functioneren nog voor een kwart. Die pleister gaat hem niet redden, weet hij. En toch, het geeft hem het gevoel van veiligheid. Het gevoel dat je gecontroleerd wordt. Dat ze toch 24 uur per dag met je bezig zijn. En is er wat aan de hand dat hun aan de bel trekken. Dan komt Bremer dus eerst hier terecht, bij het medisch servicecentrum. Die verwijzen hem door naar het ziekenhuis. Het is de zorg van de toekomst. Niet alleen bij lichamelijke aandoeningen. Ook instellingen voor psychische zorg kunnen patiënten dankzij die elektronica veel beter volgen.
bijvoorbeeld iemand met anorexia, als die heel erg veel extra gaat bewegen, is dat een signaal dat die terugvalt in zijn of haar ziekte. Iemand die manisch depressief is, als iemand heel erg actief wordt, dan is dat vaak een teken dat iemand manisch wordt. Of andersom, iemand die zich juist heel erg terugtrekt of bijna niet meer beweegt of een hoog stressniveau heeft, dat zou weer kunnen duiden op een psychoseaanval of een toename van een depressie. Maar het doel is met al dit soort metingen, is niet de privacy te schaden, is niet die patiënt continu onder een vergrootglas te leggen, maar is wel om eigenlijk eerder dan dat je anders zou hebben gemerkt, op te merken dat er iets niet pluis en niet goed gaat. Die pleister helpt Joop vooral zijn energie beter in te schatten voor het beetje puf dat hij heeft op een mooie dag. Probeer je energie te verdelen. Het is, daar moet je ook aan wennen en daar leer je mee omgaan. Na de zomer kan de pleister al bij meerdere chronische long- en hartpatiënten gebruikt gaan worden.